Goedemorgen, het is vrijdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Lekkertje pindakaas. Goedemorgen, middens. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Je lekker bij zit. Ik heb me aangekleed, want ik heb zo meteen een overleg. Klein beetje opruimen. Dit jurkje is trouwens heel cute. Het is van Stradivarius. Ik doe het straks uit. Iets te net voor gewoon. Maar ik heb zo meteen een overleg met allemaal belangrijke mensen. Dus dan kleed ik me even netjes aan. Maar Elin heeft ook een wit met zwart jurkje aan. Dus Sven dacht dat ik voor twinning ging. Maar nee. Dus ben ik de tassen nu ingepakt voor de kids. Want de kids gaan straks logeren bij opa en oma. Mijn schoonouder, die ze al 4 maanden niet gezien hebben, dus dat is wel echt heel leuk. En wij blijven uiteraard op afstand bij het brengen en drinken even een bakje op afstand. En dat gaan we zo meteen doen. En na Niels' school, we moeten één op tijd in bed leggen. En verder gaan wij morgen uit eten. Ik zie vanavond een vriendinnetje live of via FaceTime. Hangt er even een beetje van af. En ik zie morgen een ander vriendinnetje. Dus het is mijn eerste ook echt weer een beetje sociale contactenweekend. Dus ik ben heel benieuwd. Uiteraard allemaal op afstand. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. En morgenavond gaan wij uit eten. Dus het wordt een ontspannen gezellig weekend. En even bijslapen ook. Want ik heb slecht geslapen de afgelopen dagen. En niet alleen door de kids. Ook gewoon doordat het heel erg druk is. Denk ik, tenminste ik denk dat het komt door de heel druk is op mijn werk, zodat mijn hoofd gewoon niet echt den ontspanning vindt. Maar goed, hier staan de tassen. Elin's tas, maar hier zit ook spul voor Niels in. Niels' koffertje. Ik wil Elin aan doen, dus zal ik eens even gaan kijken. Oh, ben je schoen uit aan doen? Ja. Goed hoor. Goed hoor. Ja, hier is het washandje voor de baby. Zo. Dus je hebt alles netjes uit de kast gehaald. Hier ligt een luier klaar en alle andere spullen. Crème, zoals het noemt. Oh, mijn crème. Ja, de crème is daar, maar is toch als de baby schoon is? Baby kan laten. Oh ja. Baby gaat hier. Ja, moet de baby daar liggen? Ja, daar. Lekker neer. Ja. Doe maar crème op de billetjes. Ja, billen. Billen, zo. Beetje crème op de billen. Zo. En de benen. Beetje op de benen, ja, heel goed. Op de voeten, ja. Hé, lekker hoor. Nou, ik heb Niels net opgehaald van school. Had het heel leuk gehad. Heel lekker gehad, een vriendje, een dikke kus. Voor het weekend. En nu gaan we zo naar mijn schoonouders. Alleen, er staat dus echt enorme file. Hoeveel mensen staan er op de weg, zou je zeggen. Maar blijkbaar voldoende om onze route te... gaan we een keer met de auto hebben file. Dat is op zich wel heel hoopvol. Dus we gaan zomaar rijden, want anders wordt het nachtwerk. Nou, wij zitten in de auto. En we rijden al een tijdje 50. Maar we hoefden gelukkig niet de omleiding te doen, want de weg was alweer vrijgegeven. Mijn meneer ligt te slapen. Mijn vrouw is niet gemaakt voor autoritjes. Die zit nu Pieter Konijn te kijken. Mijn Niels is echt helemaal knock-out van de schoolweek. Die ligt echt heerlijk te tukken. Maar Elin heeft gewoon geen rust voor. Als je tips hebt voor een kind wat geen geduld heeft voor auto, maar laat me weten. Goed, wij... Oh, ik zie hem naar 70 gaan. Ik heb goede hoop. Volgens mij zie ik daar 70 staan. Ja. Maar goed, wij cruisen lekker verder. En dan gaan we daar eens eventjes mijn schoonouders weer zien. Ik zit nu in prachtig Harderwijk. Zij moeten even iets ophalen. We hebben echt heel lang over de hele weg gedaan. Dus er zit nu wat heel raar om te kijken, maar dat maakt niet uit. We hebben heel lang over de hele weg gedaan. En we moeten straks natuurlijk ook weer, we zijn nu weer onderweg terug, maar nu is het niet meer zo druk op de weg. Maar het was echt heel druk op de weg. En een ongeluk, en ik weet het allemaal niet, maar de omleiding was dus nog langer dan de niet
Want er was ook een ongeluk gebeurd. Maar goed, dus ik snap niet waarom al die mensen op pad zijn in coronatijd. Maar goed, dit was voor ons weer de eerste keer in de auto. Nou, dat is niet waar. Sven is één keer met de auto op pad geweest. Maar ja, nu staan we hier ergens in een woonwijk in Harderwijk. Goedemorgen, het is zaterdag. Heerlijk geslapen, heerlijk. En ja, het is heel lekker weer. Dus daar gaan we gewoon van genieten deze dag. Gaan we even aankleden. Oh, mijn batterij opladen. Dus doe, right now. Ik ga even lunch maken. Want dat moet ook gebeuren. Ik heb volkoren wraps. Ik heb hummus zonder gedroogde tomaat. Niet heel erg hummus van. En ik heb nog wat bietjes en wortels en ik doe nog wat snackpaprika, gewone paprika's op. Soms als ik op tafel of aan tafel zit, komt Mittens bij me op schoot zitten. Hij staat er met de voorpootjes op tafel en de rest zit hier. En dat vindt ze heerlijk en ik ook. Alleen, nu werk ik natuurlijk vaak thuis. En dan heb ik nu tegenwoordig allemaal snoeren, want ik heb natuurlijk oortjes in en een extern toetsenbord en een externe muis. En dat ging dus laatst helemaal mis. Want toen zat ze dus verstrengeld. Het was helemaal in paniek, hè, Mittens. Ja. Mittens geniet dus echt intens van dit soort momenten. Dat er verder helemaal niemand thuis is, dat alleen ik thuis ben. Dan gaat ze helemaal lekker op, hè, Mittens. Eigenlijk wil Mittens gewoon met mij samenwonen. Dat is helemaal moeie content, die. Gaat wel steeds beter met de kids, dus is, ze zit er steeds meer bij. Dit ras is echt een familieras. Dat is natuurlijk een van de redenen waarom we graag dit ras wilden. Omdat dat ze bekend zijn als hele goed met kindjes. En ja, alleen, ja, net zoals bij alles, heb je soms de uitzondering op de regel. En Mittens, het is een goed shot van je. En dat is Mittens. Ze is gewoon een poepert, een bange poepert. Dus ze wil wel. Ze vindt het wel, zeg maar, ze doet wel haar best. Alleen, ja, ze vindt het gewoon eng. Maar, ik moet zeggen dat het dus wel steeds beter gaat. Dus ook naarmate de kinderen ouder worden en iets voorspelbaarder bewegen. Dat helpt voor haar heel erg. Ze zijn allebei heel lief voor haar. Niels vindt het soms een beetje spannend, maar die wil ook wel heel graag heel lief voor haar zijn. Dus die heeft bijvoorbeeld laatst heeft ze uit Niels' hand een snoepje gegeten. Nou, dat is wel echt big steps, hè? Ja, het is big steps. En Elin, die komt er altijd speeltjes en zo brengen. En dat, nou ja, dat laat ze allemaal wel gebeuren, maar ja, je moet haar niet bang maken, want dan gaat ze blazen. Of ze tikt met haar pootje. Het is dan niet echt krabben, maar dan tikt ze gewoon. Zeg maar, zij doet dat echt alleen als ze in het nauw gedreven wordt. Want in principe wil ze dat helemaal niet. Het is echt haar angsthandeling. Het is helemaal niet agressief. Ze is gewoon poepenscheiterig bang. Maar goed, dat weten de kindjes ook wel. Maar ze is dus echt ultiem ontspannen als ik gewoon alleen met haar ben. Maar als er nu bijvoorbeeld spontaan een lamp zou omvallen, nou, dan zit ze ergens op het plafond. Maar ik, ja, ze kent mij en ik maak in principe geen onverwachte bewegingen. Dus bij mij gaat ze altijd wel heel ontspannen zitten. Het is een beetje een ruimte bij je Mittens. Even opruimen. Even opruimen, hè. Zal ik even borstelen. En hier zit ze dan dus helemaal, helemaal zen. Mijn camera was aan het laden. Daardoor ben ik helemaal vergeten jullie mee te nemen naar gezellig met even mijn vriendinnetjes. Maar het was echt heerlijk. We hebben gewoon lekker op een kleedje gelegen en gekletst. En nu gaan wij uit eten. Ik zal even mijn outfitje laten zien. Shirtje van Stradivarius. Rokje. Zara volgens mij. En hele oude boots. Zo laten zien natuurlijk, hè. Dus dit is de look voor vandaag. En we gaan lekker eten. Dus wij zitten aan ons voorgerecht. Oh jongens, het ruikt goed. Oh jongens, dit ook nog.
Wij zijn weer thuis. Ik heb lekker mijn kipje eraf gehaald. We hebben heerlijk gegeten. Ik kan echt niet meer bewegen. Maar het was heerlijk en heel gezellig. Pyjama aan. En ze gaan Godzilla kijken. Dus ik ga lekker iets anders kijken. Ik denk dat ik verder ga in Virgin River. Daar ben ik gisteren aan begonnen. Ja, je moet wat, hè? Klinkt al heel goed dit. Goedemorgen, het is zondag. De wassen staan natuurlijk weer aan, as usual. En nu ga ik even andere was opruimen. En even een actielijstje maken, want ik wil deze ochtend productief benutten. En dan vanmiddag chillen. Het is nu nog 10:10. Maar goed, rustig opstarten. Nou, volgens mij hebben de kindjes het heel erg naar hun zin. Dus dat is heel fijn. Ik had ook niet anders verwacht. Ik denk dat ik straks even, als de winkels open zijn, naar de stad fiets. Want ik moet even naar de Ethos. En laarsjes terugbrengen bij de Scapino. Ik koop eigenlijk altijd mijn laarsje bij. Mijn laars niet. Kinderlaars bij de Scapino. We hebben hier een zo'n gap zitten. We moeten even dichtmaken. Dus ik heb even bij de buren zo'n stootdingetje geleend. Dus dat wordt weer lachen. Ja, dit is beter. Oeh, laarsjes heeft bij de Ethos geweest. De straat ligt open, dus we moeten even met de benenwagen weer naar huis. Ik ben net terug van de Ethos en de Scapino. Bij de Scapino heb ik laarsjes voor Elin geruild naar een maatje groter. En toen ben ik even bij de Ethos geweest. Ik heb een nieuwe shower scrub gekocht. Mijn Rituals is op, maar ik kwam niet langs een Rituals. Ik dacht, dan ga ik dit een keer doen. Maar soms vind ik ze te mild. Ik vind van mijn benen altijd wel lekker als het een beetje stevig is. Omdat ik ook natuurlijk zelf bruiner gebruik. Dus dan vind ik dat wel goed. Maar ik ben heel benieuwd. Ik vond de verpakking vooral heel mooi. Gewoon van de Ethos. Ik heb dit gekocht. Het Choose Your Glow Palette van Essence. Ik vond het namelijk heel erg lijken op het Hourglass Palette. En ook de namen. Niet Candlelight, maar Candlelit. En Major Glow en Summer Glow. Ik weet niet of het een beetje overkomt, maar... Nou, ik vond dit wel leuk. En ik heb eigenlijk... Gebruik ik altijd de MAC Soft & Gentle. Maar ja, soms wil je een dagje wat anders. Dus ik dacht deze. Ik heb... dit gekocht, de Melty Veggie Sticks voor de kids. Van Organics. Ik heb geen idee of het wat is. Het is met erwtjes, tomaat en zoete mais. Ik ben heel benieuwd. Ik heb, waar ik natuurlijk voor ging, mijn John Frieda Go Blonde. 1 plus 1 gratis. Verder heb ik handcreme. Nu ik heel veel thuis werk, heb ik dit naast mijn computer. Dat vind ik fijn. Mijn Essie Mademoiselle was bijna op. Dat is mijn lievelingskleur van Essie. Een hele natuurlijke kleur. Nieuwe tandenborstel voor Elin. We hebben eigenlijk altijd deze, de Jordans. Ze heeft er nu één. En ik dacht al, ik had hem bewaard. En ik wist niet meer waarom. Nu weet ik het weer, want die was voor vanaf 3 jaar. En zij is natuurlijk nog niet eens 2. Dus ha. Dan heb ik ook alvast wat dingetjes voor onze vakantie naar London. Want ik dacht, ik heb maar een huis hebben. Deze Zwitser shampoo en wasgel voor de kids. En voor mezelf de kleine verpakking van de shampoo. En voor hen ook nog een relaxing bath foam. Want ik vermoed dat ze ook wel lekker gaan badderen daar. En voor mezelf nog een Sensodyne tandpasta. Een neusspray, die neem ik altijd mee, omdat ik snel last heb van allergieën. Maar ook zeg maar qua huisontbijt en zo. En dan helpt mij dit voor de nacht. En ja, en ik heb dus een soort allergie, tussen aanhalingstekens, voor wijn. Dus ik krijg gewoon de meeste wijn een loopneus. Dus ik vermoed ook dat ik op vakantie wat wijn ga drinken, dus bij het erbij hebben. En soms heb ik hem dus helemaal niet nodig en soms een paar nachten achter elkaar. Maar dat heeft dus niks te maken met verkoudheid. En als laatste nog een... deze gebruik ik altijd, de Ethos Fixing Spray. Dus dat is alles wat ik
gekocht. Kijk, nou, deze foto krijgen we net. Gezellig, mijn ijsje. Ja. Oh, wat wilde je daar aan denken? Ja. De schoonouders zijn weer in huis. Het was heel gezellig. En de kids hadden mochten cadeautjes uitkiezen. En Eben is hiervoor gegaan. Ik heb net even alle elastiekjes uit haar haren geknipt. En dit is haar lievelings. Blauw noemt ze dat, maar dat is ook ons. Maar dit is haar lievelings. Maar ze loopt met die dingen te slepen. En Niels die heeft deze uitgekozen. En ook een enorme Ninja Go motor. Dus die zijn weer helemaal in hun element. Ik heb trouwens ben weer verder gegaan met mijn moodboard. Zal ik het even laten zien. Dit is de eetkamer, heel beton en warm hout. Volgens mij wel laten zien. En dit is de woonkamer. We willen in ieder geval meer planten. We willen misschien iets met groen op de muur. Zo'n, nou ja, sowieso grijs-wit, daar houden we gewoon van. Je ziet een beetje de kleur, een beetje de vloer is lichter dan dit hoor, maar een beetje dit gevoel. Qua toon, zeg maar. En dan verschillende grijs tinten en dan misschien iets met heel donker groen. En dit zijn een beetje ideeën voor het keukenblokje wat we daar hebben. En dan heb ik hier nog de speelhoek. Iets lichter van kleur, denk ik. Iets frisser. Werkgedeelte er ook bij. Dus dat. Het is maandag en ik ben weer aan het werk. En dat betekent dat ik de vlog ook weer af ga sluiten. Ik heb eigenlijk geen idee of we volgend weekend iets hebben. Laat ik eens even kijken. Nee, wel. Ik heb vrijdag een verrassingsborreltje. Wat het vriendje van mijn beste vriendinnetje voor haar heeft geregeld. Want zij is nog niet zo lang geleden mama geworden. En hij had ziet, ze moet er even uit. Ga jij met haar borrelen? Nou, dat hoef je mij niet twee keer te vragen. Dus wat gaan wij doen? Ik heb van hem de locatie doorgekregen. Ik moet dat nog even reserveren. Maar hij zei dat is wel een plek waar ze goed ook de afstand houden en zo. Nou, zij kreeg al een volledige error toen ze een soort blok in de agenda zag staan. Dus hij gaat het haar ergens deze week vertellen, zodat ze niet... Want ik zei ook, ja, ik ga niet ineens op de stoep staan om haar op te halen. Want het is natuurlijk super aanrelaxed als je net mama bent geworden. En je soort van in je slons outfit voor het eerst weer onder de mensen komt, zeg maar. Dus ik zei, ze moet daar gewoon eventjes rustig aan kunnen wennen. Nou, en dat blijkt ook. Dus we gaan het haar ergens deze week vertellen. Dus dan is het eigenlijk geen verrassing meer, maar... Ja, wel heel gezellig. Dus dat is mijn enorme activiteit van deze week. En als jullie dit zien, hoop ik dat ik actiever ben op Instagram. Want dat was een beetje mijn doel, wat ik me heb gesteld. Maar ik heb zoveel doelen ook met werken, zodat ik niet weet... Hier focus niet op de doos. Dat ik niet weet of ik het ga waarmaken, maar ik hoop het wel. Normaal ben ik heel... Ja, als ik A zeg, zeg ik ook B, zeg maar. Maar in deze tijd met thuiswerk en het gewoon echt heel druk is op mijn werk, weet ik gewoon niet of het gaat lukken. En zeg maar of ik het mentaal onthoud dat ik jullie gewoon... want nu ik dan toch thuis zit, kan ik af en toe best even tegen jullie kletsen natuurlijk over wat ik meemaak. Dus ja, dat wil ik een beetje gaan proberen. Maar ik heb geen idee wat en hoe, maar dan weten jullie dat. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je heel graag volgende weekend bij een nieuwe vlog. Doei!